Goeiedag lieve mensen, we zijn vandaag zondag 2 mei en ik zal voor jullie dus vandaag weer een boodschap trekken, een weekboodschap en dan ook nog drie keuzekaartjes waaruit jullie dan ook weer een persoonlijke boodschap kunnen kiezen. En ik zal deze kaartjes vandaag trekken, dus uit de deck van Helen met de Elfen van Doing Virtue. Dus we gaan alvast eens kijken wat dus de weekboodschap wordt voor de komende week. En ik heb er wel eentje gekregen. En dat is deze. Een hele mooie. Vakantie. Ik hou het een beetje schuin, omdat anders het licht erop zit. En dan is het ook wat moeilijker om te lezen. Dus ja, je ziet hier een prachtige engel. Die ook ja, die vlindervleugels heeft eigenlijk. Het is geen engel, het is een elf. Dus een elf met vlindervleugels. En ja, dan zit er ook een prachtige papegaai naast haar, wat dus ook wijst op het buitenland, op exotische oorden. Maar deze kaart betekent daarom niet specifiek dat je dus op zoek moet gaan naar tropische oorden. Maar je mag wel eens een vakantie nemen. Wat ontspanning, iets anders opzoeken dan je gewoon bent. Iets anders gaan opzoeken dan je dagelijkse routine. Het kan ook zijn dat je wat meer mag gaan rusten en wat meer dingen mag doen. Die je laten ontspannen en die ervoor zorgen dat je eindelijk eens kan relaxen en wat uitrusten. Dus ja, ik weet niet, misschien was je van plan om een vakantie te boeken. Dan kan deze kaart dus een teken zijn dat je dat dus echt wel mag gaan doen. En ook kan het zijn dat je misschien een vakantie geboekt hebt. En dan is dat een mooie bevestiging om te zeggen dat je er goed aan gedaan hebt. Maar inderdaad, je hoeft niet echt het buitenhuis te zoeken. Het kan ook zijn dat je vakantie neemt in je eigen tuin of dat je even een pauze neemt van het werk. Misschien heb je behoefte aan vakantie en twijfel je of je dit wel zal gaan doen. Of je dat verlof kan gaan aanvragen. En dan is deze kaart echt wel een bevestiging dat je echt die vakantie nodig hebt. En dat je echt wel even je rust mag nemen. Dus er zijn misschien ook mensen die op vakantie zijn deze week en dat is dan ook weer een kaart om te zeggen, genieten van, je hebt het echt wel verdiend. Dus ja, vakantie is ook iets heerlijks en ja, iets om echt wel naar uit te kijken en te ontspannen ook. Dus dan ga ik ook nog drie keuzekaartjes voor jullie trekken, waaruit jullie dan weer de perfecte boodschap voor jezelf kunnen gaan uitkiezen. Waarvan je dan het kaartje kan kiezen wat je het meeste aantrekt. Dus kaartje nummer 1. Oké, dan hebben we kaartje nummer 2. En nog een kaartje. Een derde kaartje. En deze heb ik ook gekregen. En deze is ook op de grond gevallen. Dus we gaan alvast eens kijken. Dus dat is kaartje nummer 1. Kaartje nummer 2. En dan ook kaartje nummer 3. Dus welke kaartje trekt je dus het meeste aan? Kaartje nummer 1. Kaartje nummer 2. Of kaartje nummer 3. Dus we zullen alvast eens beginnen met het bespreken van kaartje nummer 1. En dat is deze. Milieubewustzijn. En je ziet hier dus ook een elf, dus met een havik, denk ik. Of een arend. Ik weet niet goed wat het is, maar ze ziet er ook erg streng uit. En ja, ze is dus echt wel de bewaker van de natuur. En misschien is het ook jouw taak om hier wat meer aan mee te werken. Misschien ben je al echt heel bewust, milieubewust. En ja, doet het je ook pijn dat soms de natuur verwaarloosd wordt en vervuild wordt.
dat, ja, dat, dat onze moeder aarde eigenlijk vervuild wordt. De natuur is zo'n prachtig iets, iets heel moois, iets waar je tot rust kan komen. Iets waar je ja, kan zitten en boodschappen ontvangen. Wij zijn geboren in de natuur, maar mensen hebben het jammer genoeg, de natuur vele jaren misbruikt en dat doen ze nog steeds. Denk maar eens hoeveel bossen er wel gekapt geweest zijn om huizen te bouwen, om meubels te maken. Oké, deze dingen zijn misschien wel nodig en we hebben ook stoelen en tafels nodig en ook huizen. Maar soms gaat het erover, vind ik. Soms gaan ze bomen omkappen eigenlijk voor het plezier, omdat ze gewoon iets anders willen of omdat ze vinden dat het in de weg staat. En dat vind ik dan wel echt heel jammer. Maar het gaat niet alleen daarover, want daar kunnen we eigenlijk niet zoveel doen. Maar het gaat dus ook om vervuiling. Het is belangrijk dus dat je je eigen steentje bijdraagt en dat doe je waarschijnlijk al. Maar misschien mag je ook meer organisaties gaan steunen of je aansluiten bij zo'n organisatie. Je mag ook mensen bewust maken dat het belangrijk is om voor de natuur te zorgen. Misschien moet je ervoor kijken wat je er zelf kan aan gaan doen om de natuur weer proper te maken. Het is niet echt gemakkelijk altijd om hier een oplossing voor te zoeken, maar misschien moet je eens gaan nadenken en eens kijken wat je intuïtie je hierover vertelt. Dus dat is boodschap nummer 1. Dus zorg voor de natuur en kijk eens hoe jij dus daar je steentje kunt aan bijdragen. Het tweede kaartje is dit kaartje. Houd voet bij stuk. Dus dat wil zeggen dat je dus voor jezelf mag opkomen, je mening verdedigen en ja, dat je echt wel geen compromissen moet gaan sluiten met iets wat echt niet goed voelt voor jou. Dus het is heel belangrijk dat je dus bij jezelf blijft en dat je dus voor je waarheid opkomt. Je hoeft daarvoor niet te strijden of ruzie te maken. Dat is helemaal niet nodig, maar het is belangrijk dat je dus voor je mening opkomt en dat je die boodschap ook liefdevol brengt. Je kan inderdaad gaan discussiëren of ruzie maken om je mening op te dringen, maar dat helpt niemand. Want dan gaat de andere nog meer in opstand komen en ook je verwijten naar je hoofd slingeren. Dus het is heel belangrijk dat je, als je je mening wilt vertellen, dat je dat dan ook liefdevol doet. Dus je kan het altijd op een zachte, liefdevolle manier zeggen, waardoor de ander dus ook minder zal geneigd zijn om ook boos te worden. Maar het is belangrijk dat je je niet laat overhalen door anderen en dat je dus bij jezelf blijft en voor je waarheid blijft opkomen. En dat je alleen maar doet wat goed voor je voelt. Doe niets wat jij vindt dat niet goed is of waarvan jij voelt dat het niet goed voor je is. Dus sluit geen compromissen en kom voor jezelf op. Dat is wat kaartje nummer 2 zegt. En dan hebben we nog kaartje nummer 3 en dat is dan deze. Creatieve expressie, een mooie elf, die dus omringd wordt door vlinders, wat dus ook staat voor transformatie. En het kan ook zijn dat je eigen creativiteit je inderdaad heel veel positieve energie brengt en ook transformatie. Transformatie is dus de verandering. En vaak zijn mensen bang voor verandering, maar dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Meestal zijn de veranderingen die je doormaakt positief om je naar een volgend niveau te brengen of naar een beter leven. Dus kijk eens welke creativiteit jij in je hebt. Misschien denk je dat je niet creatief bent, maar iedereen is wel creatief op een bepaalde manier. Dus misschien moet je het eens gaan proberen. Misschien heb je iets in je hoofd wat je al lang wil gaan doen.
en iets wat je echt wel wilt uitvoeren, dan is deze kaart een boodschap dat je niet langer moet twijfelen, maar aan de slag mag gaan. En dat je niet moet bang zijn dat je zal mislukken. Door te oefenen word je beter. En het is belangrijk dat je eerst begint en dan oefent en steeds beter wordt. Waardoor je dus ook eventueel dan ook later je werk kan gaan delen met de wereld. Je kan ook je creativiteit inzetten om oplossingen te bedenken. Om een beter leven te creëren. Hiervoor kan creativiteit ook heel goed van pas komen. Maar deze kaart is inderdaad een boodschap om je creativiteit tot uiting te brengen. Dat is heel belangrijk voor jou. Dus dit waren dus de boodschappen voor de komende week. En ik wens jullie alvast een hele fijne week toe en tot volgende week. Dag!